Dag dames en heren. In de oostelijke helft van Nederland kwamen vanmorgen nog een aantal opklaringen voor. In het westen was duidelijk meer bewolking aanwezig, zien we ook duidelijk terug op de satellietplaat. Opklaring in het oosten, bewolking in het westen en uit die bewolking in het westen viel ook op sommige plaatsen een beetje regen. We hebben het vandaag dus nog niet overal droog gehouden. En ondanks dat in het oosten het vandaag droog is begonnen, denk ik dat juist daar vanmiddag de regenradar nog wat buien laat zien. Dus vandaag overal wel wat ruimte voor de zon. Maar ook zeker bij tijden hardnekkige bewolking. En in de loop van de middag ontstaan in de oostelijke helft van Nederland nog een paar buien. Temperaturen daarbij, overigens, wel in de dubbele cijfers. En de wind uit zuidwestelijke richting is matig van kracht. Vanavond dan trekt de laatste bui het oosten van het land vrij snel uit. Vanuit het westen begint het vel op te klaren. En ook vannacht zijn er bij tijden opklaringen. En daalt de temperatuur landinwaarts naar zo'n 3 tot 5 graden. Morgen in de ochtend over het noorden van Nederland wat meer wolken. Wolkenvelden. Verder ook flinke zonnige perioden. In de loop van de dag ontstaan ook wat stapelwolken. Maar het blijft tot de avond droog. Pas in de avond gaat het in het westen van Nederland regenen. Dan trekt een regenstoring over ons land. Op nadering van die regenstoring lijkt overigens wel de zuidenwind morgen duidelijk aan te gaan trekken. Maar die zorgt er dan wel voor dat er vrij zachte lucht wordt aangevoerd. De temperatuur loopt op naar zo'n 12 tot 13 graden in het Waddengebied, maar in het uiterste oosten en zuidoosten kan het misschien wel een graad of 16 worden. Een beetje lenteachtig, maar met name de wind is toch wel spelbreker. Zaterdag Waait er een andere wind? Ligt de temperatuur echt een stuk lager en valt een aantal buien, soms met hagel en onweer? Zondag valt vooral in het noorden van het land wat regen. En na het weekend dan krijgen we opnieuw weer wat lenteweer. Met vooral dinsdag flink wat zonneschijn en vrij hoge temperaturen voor de tijd van het jaar.